Hallo YouTube, ik weet het, ik ben niet de grootste vlogger, maar voor dit soort filmpjes vond ik de inspiratie bij de filmpjes van Acid, hoe Acid zijn filmpjes altijd maakt. Hallo YouTube, luister vooral naar de voorschriften die dokters en zo geven. En blijf het mondmasker dragen om je te beschermen tegen alle ziektes die rondgaan, de griep en zo. Vermijd drukke plaatsen en als je dan toch gaat, draag een mondmasker. Want met mijn chronische leukemie ging ik zonder dit te doen naar Winterland en zo. Ik heb dus beter wel een mondmasker opgedaan. Want als ik dat wel had gedaan, dan was ik waarschijnlijk nu niet ziek thuis geweest. Ik heb dus op Winterland en zo mijn mondmasker niet opgehad, waardoor ik nu ziek thuis ben. Omdat ik de weerstand met mijn chronische leukemie. Omdat ik met mijn chronische leukemie de weerstand niet heb die andere mensen wel hebben, om niet ziek te worden. Waardoor ik nu dus helaas niet naar de warmste week kan komen. Ik hoop dat dit filmpje tot bij het warmste huis en de warmste week en vooral tot bij de artiesten die daar optreden komt. Want ik was super graag naar het warmste huis gekomen. Vooral omdat dit huis en de warmste week eindelijk een keertje in Limburg is. En de optredens gratis zijn van artiesten waar je normaal gezien voor moet betalen om ze te zien. De warmste week zoals ik het op tv zag momenteel, geeft mij een klein beetje een pukkelpopgevoel. Daarom hoop ik dat dit niet de eerste en ook niet de laatste keer is dat het warmste huis en de warmste week in Hasselt in Limburg is. En ik bijvoorbeeld volgend jaar of zo nog een nieuwe kans krijg om te kunnen gaan naar het warmste huis en de warmste week in Hasselt, in Limburg. Maar waarschijnlijk, zoals velen, ziek in bed, kan ik waarschijnlijk helaas spijtig genoeg niet naar het warmste huis en naar de warmste week komen. Daarom hoop ik dat deze artiesten ooit nog in Limburg komen optreden. Berre had ik graag gezien, vooral omdat hij met Tien om te zien zoveel succes had. Black Box Revelation heb ik volgens mij al eens live gezien. Goldband, ook Goldband had ik graag gezien, omdat ik grote fan ben van hun band. De Hound, het Jout en Oscar en de Wolf heb ik denk ik al eens een keer live gezien. Bert Peters had ik graag gezien, omdat ik super grote fan ben van hem, sinds dat hij meedeed in Dag Sinterklaasje op Catnet. Omdat het kan, Sound System, ondertussen ben ik denk ik de tel kwijtgeraakt, hoeveel keer ik hun live zag. Vooral Niels de Stadbader en Meteor had ik graag gezien, omdat ik grote fan ben van hun. En je normaal gezien hun enkel en alleen op een betalend optreden ziet in een sportpaleis of zo. Ook Bazaar had ik graag gezien,
Omdat ik grote fan ben. Reggie zag ik al live. Ik ben grote fan van Xink.